Je eigenlijk uh, elke dag, ik denk dat een heleboel mensen elke dag zo, zo ingaan. Uh, elke dag is een nieuwe dag en maak er het beste van. Ja. En nu maak ik van elke dag probeer ik uh, dubbel het beste ervan te maken. Ja. Ja. Met jouw broer weer aan jouw uh, zijde. Ja, um... ja dat, is, dat is dan een probleem. Maar goed. Ja. Uh, ja, ja. <laughs> ja, ja. <laughs> Gaat dan gelijk mis. Ja. <laughs> U zat er net van tevoren heel broederlijk bij elkaar. Ja, nee, ja, ja nou, dat nou, is. Ja, toen nog Laten. wel, maar. Ik moet, ja, even, ja. <laughs> moet je het scherp houden. Raakte het je, zie ik. Nou, in, nou enorm moet ik zeggen. Ja. Met name het telefoontje toen ik het uh, voor het eerst hoorde. Dat Rob zo ziek was. Exact. Uh, dat was echt een, echt een uh, shock. Uh, dat duurde tijd voordat je dat een plaats kunt geven. Uh, maar uh, wat het ook doet, wat het deed met mij, is dat op datzelfde moment. Besef je dat die ruzie, hè, die, die wel twintig jaar duurde, uh, dat dat om triviale, om kleine dingen ging? Ja, dingen die je toch niet wil doen. Toch uiteindelijk? Ja, nee, het, 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 je krijgt een soort perspectief, een ander referentiekader. En dan is alles uh, irrelevant in feite. Alles wat ge gebeurd is, doet er niet toe. Het enige is dat je broer zo ziek is. Uh, en dat verandert alles, moet ik ja, zeggen. Maar ik kan me ja, dan ook moet... voorstellen dat je denkt... Wat, waarom zijn we zo stom geweest dat we elkaar twintig jaar niet hebben gezien? Nou, ja, ja, ja. Ja, dat weten we ook nog wel. We, 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 hebben, we hebben natuurlijk zo één op één... Uh, we, we hebben echt, echt uh, zo hard gewerkt, een heleboel jaar lang. En, en um, in de eerste instantie lukte het helemaal niet. En in de tweede instantie ging het hartstikke goed. Maar dan maar helemaal gauw praten. Maar we hebben continu gewerkt en continu ook... Well, Als we niet met z'n tweeën he, niet één op één uh, werden, dan was het in twee gegeven studio's, maar wel voor hetzelfde doel steeds. Want jullie hebben een bepaalde.